Allereerst welkom en dank voor jullie interesse en deelname aan deze deelsessie, genaamd ondersteuning van woningeigenaren leren door te doen. En we hebben gekozen om een soort van, in dit geval online dan, rondetafelgesprek te voeren met drie van de vier pilotgemeentes en belangrijke partijen die gezamenlijk het leerexperiment publieke ontzorging gaan vormgeven en uitvoeren de komende 3 jaar. En via dit gesprek willen we u als publiek, zeg maar, kennis laten maken met het experiment en de verwachtingen ervan bespreken. Nou, omwille van de tijd, we hebben 20 minuten en ik wou het eigenlijk bij een kwartier laten, zodat er nog wat ruimte is voor vragen. Stel ik ze even zelf voor. Hubert Boer, misschien wil je je vinger even opsteken, precies. Beleidsambtenaar van de gemeente Leusden. We hebben Roland Bronkers van de gemeente Veldhoven. Heel goed. Loes Jansen van de gemeente Weert. En zij zijn samen met de gemeente Emmen, die hier nu niet bij is, geselecteerd voor dit leerexperiment. Dat door de bouwagenda is voorgesteld en opgezet. En daarnaast hebben we aan tafel Paul Geurts van Kessel. Welkom Paul. Jij bent directeur van het regionaal energieloket en onderdeel van het uitvoerend consortium en wel als penvoerder. En Erika is er ook. Zij is ook onderdeel van het consortium en werkt bij Squarewise. En zij zal vooral de vragen in de Q&A, als die binnenkomen, bijhouden en voor de laatste 5 minuten in dit gesprek inbrengen. Althans, dat is de bedoeling. Nou, en dan tenslotte, wie ben ik? Olivier Lautenslager. Ik ben van de bouwagenda en initiator van dit project, zullen we maar zeggen. En straks onafhankelijk, of nu onafhankelijk voorzitter van het consortium. Ik wou beginnen met even toelichten wat de doelstelling is van het leerexperiment. En dan ga ik daarna aan Paul vragen van, kun je dat nog een beetje toelichten? Dat is natuurlijk best complex. Het doel is het testen en optimaliseren van een collectieve aanpak voor totaal ontzorging van particulieren in 4 verschillende wijken. Dat willen we doen door zoveel mogelijk met een uniform, haalbaar proces een aanpak te ontwikkelen die opschaalbaar is. Dat wordt uitgevoerd door een consortium en dat consortium bestaat uit het regionaal energieloket, Technische Universiteit Eindhoven, de regionale ontwikkelingsmaatschappij Utrecht, Squarewise en ikzelf. Nou, Paul, kun jij dan aangeven wat de belangrijkste elementen zijn van de aanpak die wij met elkaar gaan vormgeven en inrichten? Ja, dankjewel, Olivier. Er is natuurlijk vanochtend al een hoop, begin van de middag al een hoop gezegd over wat er nodig is. En 1 ding is duidelijk, er moet een hele hoop geleerd worden. En daar is dit traject bij uitstek voor. Eigenlijk willen we allemaal toewerken natuurlijk naar gezonde, duurzame en uiteindelijk ook aardgasvrije woningen. Waarbij woningeigenaren maatregelen treffen in stappen of in 1 keer. We doen dat in 4 wijken. En wat de komende 3 jaar gaat gebeuren, is dat eigenlijk een consortium van een aantal partijen die allemaal hun eigen kennis en kunde en ervaring inbrengen. Dat we eigenlijk enerzijds onderzoeken hoe je vraagbundeling stimuleert. Dus in een wijk woningeigenaren als het ware opleint en vraag kan bundelen op een intelligente manier. En anderzijds dat je naar de aanbodzijde kijkt en hoe kunnen we zeg maar proposities die daar worden aangeboden vanuit bouw- en installatiebedrijven of totaalaanbieders, hoe kunnen we die eigenlijk matchen op woningeigenaren in een wijk? En dus niet alleen maar op individueel niveau, maar ook meer op collectief niveau. De aanpak die hebben we intern al een beetje gedoopt tot de 50-70-90 aanpak. Eigenlijk waar wij naar streven zijn 3 dingen. 50% efficiëntie, verbetering in de hele aanpak van zo'n wijktraject betekent dat we 50% efficiënter werken, effectiever worden, hopelijk ook goedkoper worden en bijdragen aan de kostenreductie. 70% van de verbouwingen willen we eigenlijk laten verlopen via een stappenplan, dat mensen niet een ad hoc aanpassing aan hun woning doen zomaar, maar dat het altijd onderdeel is van een duidelijk plan wat ook ergens naartoe werkt en in lijn is ook met de gemeentelijke transitievisies uiteraard. En met een 90% tevredenheid van bewoners over het proces. Dus als zij terugkijken, dat 90% van de mensen zegt ik ben tevreden of zeer tevreden. Dus efficiënter,
volgens een plan en met een hoge bewonerstevredenheid. En op die manier vraag en aanbod op grote schaal aan elkaar koppelen. Nou, dan moet je ontzettend veel leren. Dat gaan we de komende tijd gaan we dat doen in 4 wijken. Dus we kunnen een beetje experimenteren. En het uiteindelijke hoogste doel is dat we al die lessen delen met iedereen die daar in geïnteresseerd is. Luisteraars nu, maar dat zullen we oud en niet open delen met de maatschappij. Dus dat wordt super mooi. Ja. Punt. Ja, punt. Precies dat. En ik hoop dat het duidelijk is voor de luisteraars. En belangrijk inderdaad is dat we een aanzet gaan doen om die route naar die 50, 70, 90, om die echt te gaan onderzoeken inderdaad. Hè. Hubert, vraag aan jou. Ik ken Leus, laat ik zo zeggen. Als een gemeente die zich echt wel al in het verleden als koploper heeft geprofileerd, zeg maar. Waarom is het dan toch voor jullie belangrijk of kansrijk geweest, denk je, om aan dit experiment mee te gaan? Ja, ik denk dat wij een aantal hele mooie wapenfeiten hebben in Leusden. Denk aan de non-renovatie van de VVE Hamershof. 97 eensgezinswoningen boven een winkelcentrum die nul op de meter gerenoveerd zijn. Maar je besluitvormingsproces collectief in een VVE is totaal anders dan je besluitvormingsproces met 500 woningeigenaren die als particuliere woningbezitter in een grondgebonden woning bezitten. Dus onze uitdaging, want wij hebben 80% particulier woningbezit en ongeveer 80% grondgebonden woningen. Onze uitdaging is om die woningeigenaren mee te krijgen. Nou, als dit model gaat werken, dan hebben we ons draaiboek voor de wijk en plannen klaar. Dat is het korte antwoord. Dan zijn we gewoon, dan hebben we onze procesaanpak helemaal op orde. Het tweede, objectgebonden dienstverlening. In Amersfoort loopt een pilot waar wij vanaf het begin af aan, dat is onze grote buurgemeente immers, samen hebben gewerkt. Samen met ROM Utrecht. En wij zien een enorme kans om die objectgebonden dienstverlening voor woningverduurzaming in dit project op te schalen en toepasbaar te gaan maken. En daarmee ook het financiële deel van die ontzorging te laten vliegen. Dus dat is wat wij zien aan belang in in deze samenwerking. Mooi. Voldoende nog om te leren dus. Jazeker. Roland, vraag aan jou. Jullie hebben in Brabant een leerprogramma opgezet met elkaar. Wat erg in lijn ligt met de aanpak die we hier met elkaar ontwikkelen en uitwerken. Wat zijn daarvan de belangrijke elementen? En hoe hoop jij daar in deze constellatie in samenwerking met elkaar op door te kunnen pakken? Dat klopt. Wij zijn in Brabant misschien op dat front al een stukje verder. Vanuit de provincie en Impuls is het sociale innovatie energietransitieprogramma opgetuigd. En daarbinnenin is een pilot slim verduurzamen met bewoner. Of thuis energie besparen doe je zo. Gestart. Daar doen we als Veldhoven aan mee. Centraal in die aanpak staat het slimme stappenmodel van Paris Proof. Omdat onze ervaring is dat het voor heel veel woningeigenaren heel lastig is om meteen in één keer de stap te zetten richting aardgasvrij. Door met bewoners een plan op te stellen en bewoners daar ook intensief bij te betrekken. En daarbij ook verder te kijken dan alleen verduurzaming. Hè, dus ook het te hebben over comfort, over gezondheid, over kosten. Rijk je inwoners een plan aan wat ze in kunnen zetten op natuurlijke momenten. En daarnaast zien we ook dat het heel veel enthousiasme losmaakt bij inwoners. Ze leren hun huis opeens een stuk beter kennen. En ze zijn zo enthousiast en we hopen dat enthousiasme ook over te brengen op buurtgenoten, op straatgenoten. Zodat ze niet alleen een soort van blauwdruk hebben voor hun huis. We hebben in Veldhoven zijn we met 5 huizen aan de slag gegaan. En dat zijn 5 huizen waarvan we er 100 hebben, honderden in de gemeente. Dus als er een blauwdruk ligt en een aantal koplopers die enthousiast zijn en hun buren mee willen nemen, ja, dan denken wij daar stappen mee te kunnen zetten. Waarbij we in dit project ook voortdurend aan het leren zijn met elkaar. Dus wij hebben energiecoaches van de lokale energiecoöperatie aangehaakt. En die leren gesprekken te voeren en daar ook een bredere focus aan te brengen dan puur verduurzaming.
We leren onderling als gemeente, dus we vormen een community of practice en wisselen ideeën uit. Als gemeente halen we er ook tips uit voor, Hybert zei het al, hoe gaan we nou zo meteen aan de slag met die warmtetransitie? Want we zijn een mooie visie aan het maken, maar hoe ga je dan zo meteen de wijken in? Dus er wordt volop geleerd. En dit bouwagenda-experiment is een heel mooi vervolg erop, omdat het ons gaat helpen om die olievlek verder te laten uitspreiden over de wijken. En ook stappen te gaan zetten. Dus van dat plan dat we nu aan het opstellen zijn met inwoners, ook echt de eerste stappen te gaan zetten richting daadwerkelijk verduurzaming. Mooi. De olievlek. De fossielvrije olievlek, zullen we zeggen. Zeker, ja. Ja. Loes, jouw perspectief. Wat waren de tot op heden zeg maar, de belemmeringen in de gemeente, in jullie gemeente? Zeg maar, en wat hoop je van deze samenwerking te gaan leren? Ja, gemeente Weert, we hebben onlangs de routekaart energietransitie vastgesteld. En daarin stellen we eigenlijk tot 2030 gaan we alle woningen aardgasvrij proef maken. We gaan nog niet van het aardgas af, maar we gaan ze echt mensen helpen om te zoeken naar mogelijkheden om hun huis gewoon zo klaar te krijgen dat ze uiteindelijk in 2040 echt over kunnen op een andere energiebron. Dus we gaan heel erg inzetten op isoleren, op goed ventileren, op echt het verduurzamen van de woning. Maar we staan er nog helemaal aan het begin. We hebben ons ten doel gesteld om echt wel gewoon te gaan leren de komende 10 jaar, te gaan experimenteren. Maar we weten het dus nog niet precies hoe de route gaat lopen. We hebben het als een routekaart gezien van soms gaan we te voet, soms nemen we de sneltrein, soms pakken we de fiets en elke keer gaan we nieuwe stapjes ontwikkelen om te kijken hoe we mensen het beste kunnen helpen. En dat doen we met name om de mensen, de inwoners, de particuliere woningeigenaren, eigenlijk de tools in handen te geven. Eigenlijk no-regret maatregelen te nemen van die eigenlijk niet fout kunnen gaan. Die zijn altijd goed, zodat ze ook geen spijt krijgen van investeringen die ze mogelijk nu doen. Kijk, als je nu een warmtepomp gaat aanleggen in je woning, heb je daar misschien later spijt van, omdat er andere betere technieken komen. Dus we gaan met name inzetten op isoleren. En we denken dat we zijn ervan overtuigd dat deze pilot daar ons heel erg bij kan helpen en onze inwoners kan helpen om het ook gewoon wat collectief uit te laten rollen. We zijn ons heel erg bewust ook van de mensen die niet kunnen. Dus de mensen die minder of de wegen niet kennen of de financiën niet hebben om deze stap te zetten in de energietransitie. Dus we willen het ook eerlijk en kansrijk aanpakken. En dus ook de mensen te helpen die deze groep mensen die niet de draagkracht hebben of de kennis hebben om het te gaan doen. En een collectieve aanpak past daar heel goed in. Dus dat hopen we eigenlijk te leren, zodat we dit straks ook in andere wijken kunnen gaan uithollen. Dat eigenlijk. Mooi. Even nog een kattenbelletje voor de luisteraars. Je mag een vraag indienen. We hebben nog denk ik een paar minuten om dit gesprek invulling te geven. En dan mogen de vragen in. Ondertussen ga ik gewoon door. En wat ik nog wil toevoegen ook aan dit verhaal is dat de TU Eindhoven een geavanceerd simulatiemodel in ons project gaat inzetten om zodoende meer inzicht te krijgen in woningen, in gebruik en om de kostenoptimale oplossing en standaardisatie zeg maar te gaan onderzoeken en ontdekken. Zeg maar. Ik denk dat dat een belangrijk element is wat als ik jullie drieën hoor van toegevoegde waarde kan zijn. Nou, dan weer een vraag aan Paul. Paul. Ik denk dat het ook goed is om even te bevragen of bekijken wat het verschil is met de aardgasvrije wijken en de proeftuinen die we allemaal kennen, waarvan er ook heel wat evaluaties inmiddels circuleren. In hoeverre is dit hetzelfde of anders wat we, volgens jou? Want jij bedient ook een aantal proeftuinen, dus je kunt er wel iets over zeggen lijken. Ja, goede vraag. Als je denkt van, we gaan leerexperimenten doen in wijken, daar hebben we ook het programma Aardgasvrije Wijken natuurlijk voor. En dat is ook zo. Ik denk waar een aantal accentverschillen zitten, kwam net ook Loes uit onder andere al, wij gaan voorlopig niet van het aardgas af. Dat is dus ook niet per se een doel van dit project. Dus ik denk dat daar één verschil zit. Bij het programma Aardgasvrije Wijken ligt de nadruk echt op het aardgasvrij maken van de wijk, de naam zegt het al. In veel wijken, zeker bij de eerste ronde proeftuinen, waren dat natuurlijk warmtenet oplossingen. En daar speelt natuurlijk ook een vraag van een stukje gelijktijdigheid. En dat je een alternatieve warmtebron in één keer in een wijk uitrolt. Uiteraard een beetje gefaseerd, maar
Er zit een gelijktijdige component in. Terwijl dat hier eigenlijk minder of niet aan de orde is. En kijken we meer hoe een particulier op zijn eigen tempo, maar wel in lijn met de gemeentelijke planvorming, op een logisch moment de juiste stap kan zetten. Dus eigenlijk een beetje een pragmatische aanpak, zou je kunnen zeggen, die goed aansluit bij de beleefwereld van een bewoner. En dus dat je de logische momenten optimaal benut. En nou, hoe je dat als een goede symbiose met elkaar toch opschaalbaar kan maken, te voorkomen dat je met elke individuele particulier dan alsnog zijn eigen dingetje aan het doen bent. Ja, dat is even de vraag. Hè? Hoe je dat dus met lage kosten, lage proceskosten ook, dat je dat efficiënt en slim inregelt. Met een hoge tevredenheid van bewoners. Maar nou, wel dat je dat uiteindelijk kan opschalen niet, en dat het bij vier wijken blijft. Maar dat je, hoe Herbert dat ook zegt, dat die procesaanpak die hier dan uitkomt, dat in principe dat dat door andere gemeenten ook geadopteerd zou kunnen worden. Die manier van werken. Dus daar zitten wel wat accentverschillen met het programma Aardgas Vrijwijk, of tenminste best wel wezenlijke verschillen, denk ik. Omdat we gewoon niet per se nu gaan met een communicatieboodschap de wijk in gaan van we gaan nu hier de hele wijk aardgas vrijmaken. Dat is niet de boodschap, althans als ik zo naar de gemeente goed heb. Oh, nee, precies. Dat is eigenlijk niet een accentverschil, is een groot verschil eigenlijk. Ja, en ik denk ook om jou aan te vullen, Paul, dat we gaan niet beloven dat we een x-aantal woningen of een x-deel van de wijk gaan verduurzamen al, maar dat we waardevolle lessen gaan opleveren. Dat is wat we gaan doen. En dat is voor mij even een bruggetje naar een deel wat we plenair gehad hebben over van Paul Iske. Dus ik weet niet of jullie dat zelf allemaal gezien hebben en de luisteraars hier. Maar het is mijn indruk dat hij niet wil aanmoedigen om fouten te maken, maar eerder om niet bang te zijn om fouten te maken. En ik denk dat wij in ons experiment heel graag die cultuur willen gaan creëren met elkaar. Dat we echt gaan leren. Leren onderling en ook naar buiten toe, zeg maar. En dan is de vraag aan jullie, Herbert. Waar denk je dat we zouden moeten starten in ons experiment om zo'n soort cultuur te creëren? Ja, volgens mij is een cultuur creëren is heel moeilijk, maar in principe is learning by doing betekent bereid zijn fouten te maken. Dus iets doen, waar gehakt wordt vallen spaanders, wie werkt maakt fouten. Dus als je dat vertrekpunt accepteert, dan ben je al een heel eind. Ik hoop dat we heel veel inspiratie en ideeën hebben opgedaan. Ik hoor Helga van Leur tussendoor, klopt dat? Maar ik wou eigenlijk nog even doorpraten. Mag dat, Olivier? Van mij mag het. En dat betekent wel dat inderdaad het andere deel weer doorgaat. Ietsje sneller dan we hadden verteld. Maar dat maakt maar heel even af. Dus learning by doing. Wij hebben bijvoorbeeld een technisch plan aan onze inwoners gepresenteerd van een wijk in een van de pilotwijken. En dan kom je erachter dat die bewoners reageren met, ja, dat kan je wel zeggen als gemeente, maar wij willen meegenomen worden in dit proces. Dus wij moeten in dit project ook bijvoorbeeld bereid zijn ons kwetsbaar op te stellen en te willen leren van de wijkbewoners in deze vier wijken. Dat is denk ik een heel belangrijk aandachtspunt. Dus een open cultuur, je openstellen voor kritiek, niet om vast te houden aan je eerste ideeën en ze door participatie mee te nemen op jouw plan, maar ook je eigen plan te durven aanpassen. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is voor een open leercultuur. Ja, prachtig. Nou, ik hoop echt dat we daar, stap voor stap met elkaar bouwen. Zoals we al hoorden, het plenaire deel is alweer aan de gang. Ik heb ook niet, Erika, als ik naar jou kijk, vragen die wij hier nu moeten adresseren. Ik hoop dat in ieder geval dit gesprek een beetje indruk heeft gegeven van wat we gaan doen. En ik hoop heel erg dat iedereen ons daar nauw in blijft volgen. Nabranders? Nou ja, we leren voor iedereen, denk ik. We leren voor alle gemeentes. Dus wij zijn de gelukkigen die dit mogen gaan doen. Maar we gaan het met iedereen delen en alle dingen die we leren gewoon doorgeven. Dat is eigenlijk de bedoeling van het pilot, denk ik. Ja, en ik denk dat we ons heel erg bewust moeten zijn ook van het jaar 2030 als eikjaar voor klimaatverandering, dat wij met deze inzet moeten inzetten op aardgasreductie en CO2-besparing, echt meters maken tussen nu en 2030 vanuit het carbon footprint of carbon budget denken. Ja. Dus
Ik ben ideologisch ideëel bewogen in dit vlak en ik wil het graag nog even meegeven. We voelen ons extra aangespoord. Bij allemaal, volgens mij. Oké, we gaan terug naar het plenaire deel. Ik dank jullie heel hartelijk allemaal. Top. Yes, hoi, leuk. Op onze samenwerking. Ja, precies. Hoi. Of als proost.